Ik ben Sjoerd Zuitermark en welkom in de huidkamer van de Fysio Club. Vandaag gaan we eens even lekker samen sporten. We hebben een beencircuitje. We zullen er best wel eventjes stevig tegenaan gaan. Let gewoon goed op jezelf. Vind je iets pijnlijk, stop er dan meteen mee. Krijg je te veel spierpijn gedurende de dagen dat je dit doet, neem ook eventjes een beetje rust. Maar voor nu gaan we beginnen met een warming-up. Hartstikke belangrijk natuurlijk. En we beginnen daarbij met een jumping jack. En dan komt er eigenlijk neer dus dat we dit gaan doen. We gaan dat een minuut gaan we dat doen. Je kan grote, dan wel kleine stappen maken, maar begin gewoon eventjes rustig. Geef niet als het niet helemaal in de maat gaat. Zorg gewoon dat je lekker bezig bent. De intensiteit moet nu voor jou zo hoog zijn dat je het enigszins een gesprek zou kunnen voeren met iemand in de kamer. Even volhouden. We doen nog 10 seconden. 5. Even lekker losschudden en we gaan een tripling maken. Hou de benen en de knieën redelijk laag nog, maar zorg dat de armen lekker mee bewegen. We gaan het weer een minuutje volhouden. Hou vol, hè, mensen. Het is nog slechts het warming-up. En nog 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan. Haal even lekker adem. Laat het even gaan. Maar let op, want dan gaan we weer, want we maken er nu een grote skipping van. Van de woorden, de knieën en de armen mogen meer gaan bewegen. We gaan ietsje sneller ook. Hou je dat nou niet vol? Wordt het dan weer rustig lager? Of hoger, als je denkt van nou, ik kan wel wat meer als die shorts. Hou me voorlopig maar eens even bij. Even volhouden nog. We gaan op 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Verzuur je nou een beetje nu al in de benen of in de armen? Hou het tempo voor jezelf dan ietsje lager of maak de bewegingsuitslag iets kleiner. Nou, ik begin het al een beetje wel te merken, in ieder geval weer mijn ademhaling. Maar ik moet er natuurlijk ook bij praten. We gaan even voor de tweede ronde. In 2, 1 en dan gaan we jumping jacks uitvoeren weer. Even volhouden nog. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan. Zo, worden we al een beetje warm? Even weer losschudden. Even ademhalen. Het is niet de bedoeling dat we meteen al heel hoog in de hartslag zitten. Oké, en dan gaan we weer een tripling maken. Tripling. Lekker rustig losbewegen. Vrij ontspannen erin. Nog 15 seconden. Dan gaan we zo meteen door. Meteen door. Voor de hoge knieën, zoals we die net ook hebben uitgevoerd.
Dus let op, hè. Daar komt hij zo meteen. 3, 2, 1 en hoog. Kom op, hè. Volhouden. Hou vol, mensen. Nog een half minuutje. Moet kunnen. Maar het is niet erg als je rustig eventjes het tempo verlaagt. Nogmaals, je kan het ook verhogen. Oké, we gaan voor de laatste 10 seconden. Volhouden, hè. Drie, twee, één, en los. Woe. Nou, dat is lekker. Eventjes warm halen. Zodat je even echt weer weet wat je gaat doen. Ik ga het niet ook uitleggen, maar jij moet het ook even weten. En we gaan squatten. Ik leg de squat uit. Laat het van de zijkant zien. Laat het van de voorkant zien. We gaan 3 setjes maken van 15 herhalingen elk. Redelijk gemiddeld aantal. Schroom dus niet om eerder te stoppen als het ergens vervelend is. Pak gewicht als je vindt dat het wat zwaarder kan. We gaan gebruik maken in principe van ons eigen lichaamsgewicht. Weer als dat kan het echt heel zwaar worden. Hoeft niet per se, maar ik ga het in ieder geval de squat maar eerst maar eens uitleggen. Ik blijf vooruit kijken. Rug recht tot hol. Blijf vooruit kijken. Rug recht tot hol. Benen wat wijder. Voeten wat uit elkaar. Dan lopen de heupen lekker vrij. Blijf dus vooruit kijken en ik ga naar de grond. Op z'n Hollands gezegd, je moet met je billen naar achteren. En de borst naar voren. Je blijft dus naar voren kijken. Billen gaan naar achteren. Zet hem in vanuit de billen. De heupen en de benen staan wat wijder. En als jullie meegeteld hebben, denk ik dat we er nu al 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hebben. Even lekker, hè? Nou, dat voelen we goed in die benen. Even weer ontspannen. Lekker om te doen, hè? Thuis kan dit dus ook allemaal. Het hoeft niet per se op de sportschool. Wees creatief met wat je hebt in de woonkamer. Kijk naar de overige filmpjes op ons FysioClub YouTube kanaal. Daar krijg je alle tips en tricks om thuis net zo effectief te kunnen sporten als op de sportschool, buiten of natuurlijk ook gewoon zoals ons bij de FysioClub. We gaan door naar ronde 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, lekker, dat was nummer 3. Nummer 2, nummer 3. Hadden we 2 setjes? We doen er nog 1. Oké, en dan gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Nou hebben we echt alle squats gehad. We gaan zo meteen nog een ronde doen. Maar we gaan eerst even anders doen. Houdt het een beetje leuk. We gaan de uitvalspas maken. Heb je dat nou nog nooit gedaan? Een beeldje in. Dat jij iets oppakt van de grond. Dan krijg je al een behoorlijk geautomatiseerde beweging. Dan hoef je er niet zo heel veel over na te denken. Maar ik leg het toch even uit. We houden de voeten naar voren, de rug blijft recht, ik blijf weer vooruit kijken en ik stap naar voren en ik ga naar de grond. Zijwaarts, ziet dat eruit, voren blijven kijken, ik maak een stap naar voren en ik ga naar de grond en dan weer terug. Dan de andere been, oké, op
probeer een beetje op te letten dat in ieder geval niet je knie naar binnen zakt. Eigenlijk het belangrijkste waar ik even wil dat je op let. Oké? Goed, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en om het symmetrisch te maken, want we hebben twee benen, 16. Oké, onthoud. Het hoeft niet helemaal perfect te gaan. Je hoeft niet helemaal allemaal zo'n grote stap te maken als ik. Je kan ook een kleinere stap maken en een iets kleinere buiging. Naar gelang hoe zwaar je het vindt, hoe zwaarder je de beweging wil hebben, hoe groter je het maakt. Maar let in ieder geval op dat je knie niet naar binnen zakt. Dat is wel even één belangrijk. Zeker als er echt wel gewicht op komt staan. Zoveel meer over te vertellen, maar voor nu eventjes genoeg. Oké, goed. We gaan voor ronde 2. Tellen jullie mee. 1, 2, 3, 4. Tel maar hardop mee. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ik wil jullie horen, helemaal vanaf daar naar hier. 16. Oké. Lekker. Nou, ik ben lekker warm. Een beetje zweet inmiddels al wel op mijn voorhoofd. Zweet is gezond. Dat is gewoon temperatuurregulatie. Dat is denk ik de reden om dat vervelend te vinden. In een sportsetting. Oké. We gaan voor ronde 3. En 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Ging bijna door. Zometeen komen we terug. Oké, goed. Even weer een beetje ontspannen. Geef jezelf even. Haal even lekker adem. Heel diep door die buik. Blaas even rustig uit. 2 seconden in. Nog een keer. 2 seconden in. Makkelijk trucje om jezelf een beetje tot rust te krijgen. Wil je daar meer van weten? Kijk dan op het YouTube kanaal van de Fysio Club. Naar het filmpje van Lisa in zaken ontspanningstechnieken en ademhalingsoefeningen. Hartstikke leuk en bruikbaar. Proberen tijdens, zou ik zeggen. Nou, we zijn weer ontspannen. We gaan naar de derde oefening in de eerste set eigenlijk van het circuitje. We gaan een eenbenige good morning maken. Of een eenbenige deadlift. Zoals je het beestje naam wil geven. De bedoeling is in ieder geval om relatief recht te blijven in de rug. Ik blijf weer vooruit kijken. Ik hou mijn rug zo recht mogelijk als ik kan. Voeten zijn zo recht mogelijk. Hoppa. Je kan hem doorvoeren naar een grotere beweging. Als je wil, hoe groter de beweging, hoe moeilijker het is. Dit is een makkelijkere beweging. Je ziet, als ik dit beter kan coördineren, dan dat ik misschien al helemaal hier naartoe ga. Het gaat erom gewoon dat het goed gaat. Je traint voor jezelf. Het is niet de bedoeling dat je net zo goed bent als ik. Of misschien wel veel beter. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Je doet het puur voor jezelf. Pak je natuurlijk links en rechts. Oh, dan ga ik telgangen. En dan gaan we zo. Oké. Goed, een oefening die vooral in de hamstrings en de billen gevoeld kan worden. Over het algemeen is het zo dat als je echt puur benen wilt trainen, dan moet je 1 been per keer trainen. 1 been... is zwakker dan een rug, om het eventjes zo te zeggen. Dus de zwakste partner in de schakel wordt altijd het meest getraind. Op het moment dat je oefening doet waarbij 2 benen op de grond staan, dan is de rug zwakker als 2 benen. Dus de rug zal dan het meest getraind worden. Dus onthoud, waar wil jij het zwaartepunt van oefening hebben? En voel je dat dan ook op de juiste manier? Nou, goed. Even een stukje duiding. We hebben allemaal weer even uitgerust. We gaan 15 herhalingen op het rechterbeen maken. We gaan naar voren. En naar achteren. We gaan naar voren.
en naar achter. Tel met me mee, hardop. Nummer 3. 4. 5. 6. Ik ga hem wat kleiner maken. 7. Weer wat groter, speel ermee. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. En 15. We wisselen even om. Mocht het nou toch te lastig voor je zijn, hou dan een stoel vast. Dan kan het ook. Oké. Dus dan voeg je extra stabiliteit toe omdat je hem vasthoudt. Naast dat je een beweging kleiner kan maken, kun je dus altijd spelen met de uitvoeringsvorm. Van een beetje vasthouden en klein naar groot en helemaal los. Is dus eigenlijk van licht naar zwaar. Oké? Nou, we hadden er al een stuk of 5, hoeven we niet overnieuw, hè. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Oké. Nou, een oefening die voor mij best wel een beetje verzuurd in mijn been. Schud het weer even een beetje los. Haal even lekker adem. En we gaan weer door naar de squats. Oké. Dan gaan we 3 setjes van 15 pakken. En dan gaan we. 1. 2. 3. Probeer iets dieper te gaan dan de vorige keer. 4. 5. 6. 7. 8. Onthoud de benen wat wijder. 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15. Goed, jullie halen even lekker adem. Kijk ondertussen even naar mij. Wat gaat veel fout bij squatten? Let u op mijn onderrug. Ik ga het fout voordoen. Ik ga het goed voordoen. Oké, wat gebeurt er vaak? Als mensen te stijf zijn, bijvoorbeeld in de achterste heupspieren, en ze gaan te diep, dan krijg je eigenlijk, dus let op wat hier gebeurt. En nu zou het niet meer kunnen dat ik mijn billen omknak. Dus je ziet, ik hou mijn rug recht, 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 recht. Om zelf dat ik het niet meer kan, dan zie je eigenlijk dat dat gebeurt. Ziet u dat ik dan de ene afvlak of omknak? Nou, dat is eigenlijk hetzelfde alsof je op de snelweg rijdt en je auto in één in de achteruit zet. Dat is niet goed voor de versnellingsbak. Oké? Merk je dat dat gebeurt? Rek in ieder geval spieren in het, aan de achterkant van je lichaam. Check daarbij vooral eigenlijk de heupspieren. En kijk of het daar naar beter gaat. Maar ga daar niet doorheen. Oké? Allemaal weer bijgekomen. Even onthouden. Dan gaan we weer, hè? Ronde 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Oké, even ademhalen. Even rust. Je kan het thuis natuurlijk ook, mocht je deze les downloaden, zet hem anders even pauze. Hou wat langer pauze. Als je merkt dat je ademhaling hoog blijft, een minuut rust tussen de setjes, zou prima kunnen. Maar wil je liever 2 minuten rust, pak dat gewoon. Zorg gewoon dat je pas begint op het moment dat jij denkt van, nou, dit is wel weer oké. Dit is waar ik gewend aan ben. En doe vooral gewoon wat je prettig vindt. Wees van het technisch goed is. Laatste tip bij de squats, zonder gewicht. Mensen gaan vaak hun armen uitstrekken. Dat is niet per se nodig. Maar bedenk, een squat is niks anders dan gaan zitten zonder dat er een stoel is. En als u nou thuis op een stoel gaat zitten, gebruikt u dan ook uw armen? Nou, ik denk het niet, zeg maar. Dus dat is niet nodig. Het is gewoon een kwestie van een stukje techniek en oefeningbare kunst. Nou, we gaan voor ronde 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Zo, dat was de laatste squat. Even lekker ademhalen.
Ik had best een handdoek mee kunnen nemen, maar nu even niet. Ik dacht dat ik er wel in had, maar dat komt zo op. Goed, we gaan weer terug naar de uitvalspassen. Let dus op dat je mooi recht blijft. Blijf vooruit kijken, zorg dat de knie niet naar binnen komt. Dank u, helemaal goed. Handdoek. Natuurlijk een stukje reclame, hè? Goed, oké, uitvalspassen. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, had je het gehoord? 10, 11, 12, 13, 14, en pauze, 15, en we zouden 16 doen. Ach, kom zo scherp blijven, jongens. Van de zijkant een stukje duiding in de pauze. Over het algemeen, als er een grotere stap gemaakt wordt, met de romp naar voren zoals u ziet, zal het zwaartepunt van de oefening iets meer in de hamstrings terechtkomen. Hamstrings in de billen. Dat zult u ook wel voelen. Als u een wat kleinere stap maakt, bij een rechte rug, zit het zwaartepunt van de oefening iets meer in de dijen. Wederom, een oefening is altijd om een bepaalde beweging of iets wat je in het dagelijks leven doet te ondersteunen. Dus de oefening moet zoveel mogelijk lijken op wat je in het dagelijks leven doet. Wil jij iets meer quadriceps trainen? Zit daar een sport of beweging bij waarbij dat noodzakelijk is? Wat rechte rug, kleine stap. Denk jij van nou toch iets meer die hamstrings of die billen? Grote stap, rug naar voren. Oké. Ik had één setje gedaan, hè? Gaan we voor setje 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en nu doe ik het in één keer goed, 16. Zo. Vinden we het nog leuk? Of moeten we ietsje heftiger? Of iets rustiger? Mag je zelf weten. Maar ik vind het in ieder geval hartstikke leuk. Ik vind het super tof dat jullie kijken. Ik hoop dat jullie vaker gaan kijken. En het is gewoon ook een mooie vervanging om jezelf goed in conditie te houden. Conditie is natuurlijk belangrijk. Hè? Weerstand is belangrijk. Hou jezelf fit. Beweeg, maar rust ook uit. Oké. Onder 3. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, van zuiken, 10, 11, 12 met die grote naar voren, 13 met die rug recht, 14, 15, dus ik hou mijn rug recht voor de quadriceps en ik hou mijn rug naar voren en een grote stap voor de hamstrings en de billen. Oké, even lekker ontspannen. We zijn inmiddels 23 minuten bezig, 23,5 minuut. Hou vol, mensen. We zijn bijna op de helft. Haal even lekker adem. We gaan weer voor de eenbenige deadlift. Warning. In ieder geval eenbenig. Recht naar voren blijven kijken. Hoe groter je beweging, hoe moeilijker het is. Hoe kleiner je beweging, hoe makkelijker het is. Hoe meer steun je hebt, hoe makkelijker het wordt en hoe minder steun. Eventueel als je het zelfs bovenop je bank uitvoert, dan wiebelt het nog wat. Oké, we zijn eraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nog één hele grote, 15.
Oké, varieer dus, speel met die houding en kijk wat je kan. Als het mooi, soepel en vloeiend samenwerkt, is er een gelijkmatige belasting door je hele lichaam, dan gaat het goed. Voel je dat er ergens puntwerking komt of een bepaald onderdeel van je lichaam dat veel meer lijkt te doen dan andere stukken in het lichaam, past die bewegingsgrootte, bewegingssnelheid, mate van balans, past het aan, net zoals dat het weer gelijkmatig is. Ik wil niet dat er één onderdeel, bijvoorbeeld een heup, echt meer gespannen lijkt te worden. Oké, lukt dat niet om dan beweging aan te passen of even met wat extra rust gewoon weer de boel weer gelijkmatig te krijgen qua ervaren spanning, dan is misschien de training wel ten einde. Oké, let gewoon goed op, je doet het voor jezelf. Nou, pak er nog eventjes één setje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oké, nou. Dat was het misschien wel het zwaarste gedeelte. Gaan we nog eventjes lekkere verzuringsoefening doen. Gewoon omdat het leuk is. Verzuring, hè? Iedereen kent het allemaal wel. Sommigen weten inmiddels ook wel dat het dan met lactaat te maken zou hebben. In de historie is dat dan ook wel vaak bekend dat dat een afvalproduct zou zijn. Gelukkig weten we uit de inspanningsfysiologie dat lactaat ook een energiesysteem is. Dus voel jij die verzuring, denk dan niet, oh mijn god, dat is een afvalproduct, het einde is nabij. Denk je, nee, dat kan ik ook gebruiken als energiesysteem. Laat ik het inzetten, maar realiseer je wel dat dat een energiesysteem is wat vaak wel gebruikt wordt op het moment dat het eigenlijk wel heel zwaar is. Dus let op de techniek, wordt het heel vervelend, stop te gaan. Het is mee, oké, geen echte pijn ervaren. Nou, we gaan een squathouding aanhouden. Nou, even kijken of we dat in ieder geval een halve minuut aan kunnen houden. Dan gaan we lekker diep squatten, waarvan je denkt van nou, dat is wel een uitdaging. Oké, de rug blijft recht, hè. Let op dat je niet omknikt, dat het niet die gebogen houding wordt, hè. Dat moet je niet hebben. Dan houden we die billen naar achteren, blijf naar voren kijken. Nou, dan voel ik nu eigenlijk al dat ik al best wel verzuur in mijn benen. Dan denk je, oh jee, kan ik dat hebben? Ja, ik kan het wel hebben. Nou, een klein beetje hoger dan als je merkt, als je verandert van houding, dan wordt het al misschien wel een beetje makkelijker. Vasthouden, hè. Kom op, even volhouden. Maar toch nog even een beetje dieper. Hou die rug recht. Vasthouden. Lekker, jongens. En mogen eventjes nog in die eindstand. En ontspan. Nou, statisch rekken op het einde. Ik wil nog wel eens wat spanningsverlagend werken. Spanningsverlagend is natuurlijk prettig. We doen het niet om te verlengen. Als u de filmpjes van de fysieclub goed in de gaten houdt, is er ook een film gemaakt over hoe je moet rekken, waar je moet rekken, hoe lang je moet rekken, met wat voor reden je moet rekken. Nu gaan we eigenlijk wat ontspannend rekken. Ik kan daarbij wat van staan. Die dijbenen die heb je net natuurlijk wel een beetje gevoeld. Wat mijn enkel deed, zachtjes even op rek. Statische rek, geen geveer. 5, 4, 3, 2, 1 en even wisselen van been. Let even op je ademhaling. Lekker door die buik, ontspan. 5, 4, 3, 2, 1, ontspan. Dan gaan we even voorover hangen dat we even de hamstrings voelen. Dat zijn dus vier aan de achterkant, een drietal. De hamstrings hebben drie spieren. Zoek ze maar eens op, is goed voor Scrabble. Even lekker hangen. Adem even lekker uit. Maak je hoofd zwaar, maak alles zwaar, even lekker hangen. Even omhoog. Even weer diep inademen. En op de uitademing gaan we weer naar beneden. Uithangen. Even relaxen. 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Pak nog even de kuiten. Pak het vast, het werkt beter als in de vrije ruimte. Goed, hou de voeten recht. Strek benen. Tenen wijzen naar voren. De rek voel je in je kuit. 5, 4, 3, 2, 1. En dan nog even de andere kant.
voel je verschil tussen links en rechts. Hè? Zit er nu opeens meer spanning op je linker dan je rechterbeen? Dat zijn allemaal dingetjes die je een beetje van jezelf in de gaten houdt. Over time zul je wel iets, een gevoel krijgen voor wat voor jou normaal is. Ik doe vaak een dekoefeningetje gewoon puur even te testen van hoe is het nou eigenlijk met me. Ben ik ineens stijver dan wat ik gewend ben van mezelf, dan weet ik van oh, ik moet even op mijn werkintensiteit letten. Dus hoeveel train ik in de week? Misschien werk ik wel te veel? Ben ik wat gestrest geraakt? Allemaal tekenen dat ik vermoed. Nou goed, we zijn een half uur bezig geweest. Ik heb lekker gezweet. Ik vond het in ieder geval leuk om ook te doen zo via de streaming. Maak ook de tijd nog veel meer. Hou ze op de gaten. Abonneer voor meer. En ik ben zoals uitgemaakt op de Fysioclub.